In het programma hebben we het tot nu toe gehad over horeca, evenementen en startende ondernemers. Maar dit hele virus is natuurlijk het ergst voor de patiënten die ermee besmet raken. Patiënten die er soms met de schrik vanaf komen en soms keihard moeten vechten om te overleven. Zo bracht ik een bezoek aan Matt en Miranda. Zij lag maandenlang op de intensive care te vechten voor haar leven en hij kon alleen maar toekijken en hopen op het beste. Nou, mijn vrouw werd begin maart ziek. Het was ongeveer 6 maart, vrijdag. Het waren lichte verschijnselen, voornamelijk hoofdpijn en moe. We moesten s'avonds naar een verjaardag, maar dat ging op zich, ging dan nog wel. Zondag hadden we ook iemand die 50 werd. Daar is ook naartoe gegaan, geen klachten verder. Het ging allemaal perfect. Maandagmorgen is ze naar de kapster geweest. Maar maandagmiddag toen ze terugkwam, begon overgeven, buikpijn en heel lusteloos. En s'avonds werd het alleen maar erger. Ik heb het zo nog nooit gehad. Dinsdagmorgen heb ik de dokter gebeld en die kwam niet. Dus de overgang, moet ik het zeggen, ze is van dokter veranderd. Haar eigen huisarts was gepensioneerd en dus alle patiënten zijn overgegaan naar een andere praktijk. Dus ik heb de situatie uitgelegd en ze dacht aan een buikgriepvirus. Een dag afgewacht, woensdag 11 maart. En 12 maart, ik heb weer gebeld. Ik zei, het gaat echt niet goed, koortsloop op. En ik heb 11 uur weer gebeld. Het ging niet goed. Nummers staan er nog in. Ja, ze bleven bij hun standpunt. Ja, het is een buikgriepvirus. Doe het zelf, paracetamol. En zoek het maar uit. Daar kwam het eigenlijk op neer. En 12 of 13 maart, vrijdag de 13e, stond ik op 5 uur. Getemperatuurd 38,5. Ik zei, en nog een zetpil gegeven. En om 6:30 riep ik op, haar op. Ik zei, kom naar onder, want ik moet 7 uur gaan werken. En nou, toen zakte ze in elkaar. Tik, 1-2 gebouwd. En dit was, even kijken, vrijdag de 13e. 13 maart. En dat is wel inderdaad het weekend dat Nederland echt op slot ging. Dus voor jullie in principe ook echt ja. Het wel. Het teken van dit kan niet anders dan het coronavirus zijn. Nou, dat dachten wij zelf niet, want we hadden hier een huis geschilderd. En wij dachten eigenlijk in eerste instantie van, ja, die lucht is te zwaar geweest voor haar, omdat ze longpatiënt was. Want ze heeft idiopathische pulmonale hemofibrose. Ze heeft 2 keer eerder een longbloeding gehad, op haar 14e en op haar 22e. Ze is ook al in coma geweest en door het oog van het naald gegaan. Was ook telkens op het randje. En daar dachten wij in eerste instantie aan. Toen ze hier in elkaar zakte, had ze een saturatie van onder de 50. Nou, dat was niet meer levensvatbaar eigenlijk. Dus ze kwam op de spoedeisende hulp terecht. En dan werd ze volledig beademd, maximaal wat kon. En op de IC werd ze de infuuslijn ingebracht. En er kwam een hartchirurg, die moest dat doen. Want de anderen kregen dat niet klaar. En toen zei mevrouw, ja, het zijn mijn longen. Ik denk niet dat het corona is. En die vent die zei, als morgen corona de uitslag is, zijn jouw kansen 0%. Kansloos, zei die. En zo werd ze in coma gebracht. En ik moest afscheid nemen en ja, ik moest toen gaan. Op het moment dat ik afscheid nam, heb ik nog een kus gegeven, werd ik zelf ook ziek. Wel in mildere vorm, maar ik kreeg ook koorts, diarree en moe. Maar ja, en ik mocht er ook niet meer bij. Het beleid was ook aangepast, er mocht niemand meer bij en alles werd telefonisch gedaan. En het ging eigenlijk weer ietsje beter en de week erop kreeg ik telefoon van het ziekenhuis. U moet komen, het gaat niet goed. Oh jee. Gesprek met weer dezelfde arts.
Moet goed luisteren. Als vrijdag geen verbetering is, gaan we de behandeling staken. Want de koorts gaat weer oplopen. Het gaat echt niet goed. Nou, toen heb ik haar eigen longarts gebeld. Van, hebben ze wel het juiste plan daar getrokken? Want ik heb het idee dat ze totaal niet weten wat het ziektebeeld van mevrouw inhoudt. En toen kreeg ik als antwoord van haar eigen longarts van, ze heeft toch 24 goede jaren gehad sinds haar laatste longbloeding. Een keer houdt het op. Ja, ik denk, mijn god, wat heb ik nou om mijn broek hangen? Want ja, ik had eigenlijk ondersteuning verwacht en ze liet me keihard vallen. Nou, toen werd er door goed medisch inzicht van het personeel een bacterie ontdekt op de retourleiding. Er is een vieze infuuslijn gebruikt en daardoor was die hoge koorts ontstaan. En ja, daar hebben ze het gelukkig op tijd ontdekt. Er werd een hoge dosering antibiotica, Piptazo, Piperacilline tozabactum, toegediend. En ze is toen voor 6 weken naar mijn schoonmoeder in huis geweest. Daar is meer plaats en ik ben ook vaak achter op het bedrijf bezig. Dus ja, daar herstelde ze eigenlijk best wel goed van. Maar ze zit nog wel aan de 3 liter zuurstof. Alleen begin mei werd ik door haar eigen longarts gebeld van, ja, van hoe het leed eigenlijk precies allemaal gegaan was. Ik had haar uitgelegd dat ik een beetje teleurgesteld was dat ze me nooit gesteund had toen ik haar belde. Maar ze gingen vanuit dat mevrouw overleden was. Ze belde eigenlijk om me te condoleren. Nou, dat was buiten proportie, ja. Voor u is het een heel groot zwart gat wat er allemaal is gebeurd. Kunt u zich nog wel een situatie in het ziekenhuis herinneren, dat hoe het daar aan toe ging? Want heel veel artsen mogen er eigenlijk niks over zeggen. Nee, ja. En hoe is dat daar in het ziekenhuis met te liggen? Nou, ik moet zeggen, op de verzorgingsafdeling, zeg maar, ja, je herkent de zusters niet, de verpleegsters niet. Die hebben allemaal pakken aan, mondkapjes op. Dus het is gewoon van, ja, waar ben ik? Ja. Dus ja, maar ze verzorgden wel goed, dat moet ik wel zeggen. Ze hebben wel, ja, ze namen wel tijd voor jou. Ja. Ja. Okay. Ja. U bent er ook toe geweest, hoe heeft u dit ervaren? Hoe het daar in ieder geval aan toe ging, de werkwijze op dat moment? In het begin was alles heel gemoedelijk. Mm-hmm. En dan mocht ik ook nog komen. Toen draaide ik juist de muziek waar ze een bloedhekel aan heeft. Want dan wist ik, dan kon ze weten, dan misschien achteraf van, als ze straks vertelt dat ze uitkomen is, ik wist dat je er was, want ik heb jouw muziek gehoord, was ze dus een bloedlekel aan had. Ja. Maar was het voor muziek? Ja, niet haar genre, in ieder geval niet Nederlandstalig. Ja, er zijn al die maatregelen zijn nog steeds heel belangrijk. Er wordt toch heel veel misbruik nog van gemaakt. Mensen die toch bijvoorbeeld naar het strand gaan met heel veel groepen bij elkaar. En nu mag het dan wel weer, maar in het begin was dat echt uit den boze. Mensen die kunnen zich helemaal niet verplaatsen in de situatie. Nee. Kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Ja, hoe is dat voor jullie zo? Als je toch ziet dat mensen denken, oh, het is maar een griepvirus. Het is echt geen griepvirus, nee. Het is wel veel meer als dat, ja. Maar echt niet onderschatten. Wij zijn geen carnavalsmensen. Wij gaan nooit op vakantie. En toch hebben we het ook gekregen. Is dat via de lucht gekomen of via, ja, dat is ook gissen. Mm-hmm. Waar wij denken, misschien van wie we dat hebben gekregen, die heeft ook iemand verloren. Dus ja, en die kon er ook niks aan doen. Ja, tenminste. Ja. Dus het is niet zomaar een virusje wat je kunt krijgen. Nee. Nou, u zei net al, maar ik vraag toch nog even, ook aan u, hoe gaat het nu? Ja, bijzonder goed. Nee, ja, namen dan de zuurstof dan, maar ik hoop dat ik er ook weer vanaf kom. Ja, oké. Jawel. Ik heb een hele goede fysiotherapie, therapeuten, dus. Ik zie in ieder geval weer een glimlach bij jullie beiden. Ja. Dus dat is. Ja. Waar het gesprek emotioneel begon, is het toch nog goed met een glimlach geëindigd, in ieder geval. Ja. Hoe kijken jullie terug op de hele periode nu? Ik heb veel dierziektes meegemaakt, omdat we in het boerderijleven zitten. Maar dit is wel de heftigste periode die ik gehad heb. En mensen moeten dat echt niet onderschatten.